De Nationale Assemblée is gisteren na twee vergaderingen tot het besluit gekomen om 55 personen te naturaliseren via de ontwerpwet verlening Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Holder, Herson, Mark en 54 anderen. De parlementariërs zijn het ermee eens dat naturalisatieaanvragen niet ettelijke jaren moeten duren. Commissievoorzitter Harriet Rambedin geeft aan dat het niet nodig is dat mensen zo lang moeten wachten op de Surinaamse nationaliteit te krijgen. Er zitten zelfs personen bij die tientallen jaren hun krachten hebben gegeven en nu boven de 60 jaar zijn. Het is zeer belangrijk. We hebben gezien een kamerbreed hier. Bijna ieder lid vraagt ernaar. Dus ik denk, voorzitter, dat we dat dan maar als themavergadering gaan meenemen. En de vragen die we met betrekking tot bevolkingspolitiek en eromheen gevraagd hebben, dat we dan naar die vergadering meenemen. Dus ik zou, voorzitter, via u aan de regering zeggen, we laten dat even dan gaan. Belangrijke zaken als inburgering en het systeem dat vertraging vindt door politierapporten. Als een voorzitter, via u aan de regering, met name de minister. Kijkt u alsjeblieft ernaar dat dit in de toekomst uitbleef. Dat we het proces van wettelijke proces van loopdoortermijn van 1 jaar werkelijk halen. En de mensen niet langer in onzekerheid laten. Met deze woorden zeg ik, vraag ik natuurlijk het parlement om straks mee te stemmen en deze mensen tot Surinamer te maken. Na het verzoek van Rambedin stelde DNA-voorzitter Marinus B. voor de ontwerpwet in stemming te brengen. Dan gaan we stemmen. Wet van houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Holder, Hesseron, Mark en 54 anderen. Artikel 1 woord of stemming. Artikel 2 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Wie is tegen? 0. Nee, ik zie. Nee, ik zie mevrouw Wilson zich haasten. Ja, opnieuw. Ja. Ze wil voorstemmen, ze is lid van de commissie. Kunnen we herhalen? Wie is voor? Ja. 46. Wie is tegen? 0. Dus deze wet is met 46 algemene stemmen aangenomen. Goed, dan feliciteren we de mensen. De regering zal er nu voor zorgen dat aanvragen voor naturalisatie daadwerkelijk binnen een jaar worden afgehandeld.